Doris Bauer, de broer van Frans Bauer, speelt een heel merkwaardige rol in het gerucht over overspel met Sineke Peters. Er is via roddelpraat namelijk een 15 minuten durende tape op straat beland, waarin Doris deze vermeende affaire bespreekt met Jan Baum, de wraakzuchtige ex van de Lai chansonnière Wat die Doris in dat gesprek allemaal uitkraamt, is echt heel vreemd. Mariska blijft ook bij hem vanwege de roem, daar kwam het op neer, meent hij bijvoorbeeld. De signalen waren er al, omdat je zoveel dingen hoort. Zou het nou wel of niet zo zijn? En Frans doet dan allemaal beloftes. En zij maakt dan die deur open. Mariska Bauer werd om wederhoor gevraagd door roddelpraat, en zij ontkende direct: Ik weet niet wat die twee hiermee willen bereiken. Ik vind het een beetje gek. Als er wat aan de hand zou zijn, zou ik de eerste moeten zijn die dat weet. En ik begrijp niet waarom Doris hieraan meewerkt. De geruchten over een familieruzie tussen Frans en Doris gingen dik drie jaar geleden al en die zijn met het verspreiden van deze sineke roddels wel bevestigd. Al krabbelde Doris laatst opeens wel weer terug toen de story hem belde. Doris kon of wilde de affaire in dat roddelblad niet bevestigen, die bevestiging kan ik niet geven, daarvoor moet je bij de hoofdrolspelers zijn, Frans en sineke, en degene die dat gerucht rondbazuint. Emiel Hartkamp, de tekstschrijver van Frans, laat zich erover uit in de nieuwste weekend. Dat is ook zoiets, zegt hij. Het komt door een opmerking van zijn broer in samenwerking met Jan, waarvan ik zeker weet dat zijn broer iets heeft meegesproken, maar niet heeft gezegd dat het zo is. Alleen had hij beter moeten weten. Waarom haat Doris zijn broer Frans ineens zo? Soms gebeurt dat in een familie, je kunt je broer niet uitkiezen. Het is altijd goed gegaan, maar op een gegeven moment denk ik dat ze een beetje uit elkaar zijn gegroeid. Frans heeft een groot gezin gekregen. Het is vooral triest. Hopelijk stopt Doris nu met dat nare gedoe, al dus Emiel. Ik hoop vooral dat ze dit niet via de pers uitvechten, maar het onderling kunnen regelen of het laten rusten. Alles naar buiten gooien, daar is niemand een winnaar mee. Klopt het dat Frans en Doris al jaren geen contact hebben en niet pas sinds deze naastreek? Nee, maar bijna niemand weet hoe het daadwerkelijk zit, omdat het toch een beetje binnenshuis gebeurt. En zo hoort het ook.